Het Huis van de Jeugd organiseert in samenwerking met Scouting Nijmegen tijdens de Vredesweek een geocaching. Een speurtocht naar twee schatten in Nijmegen met verborgen vredesboodschappen. De Vredesweek is afgelopen zaterdag van start gegaan en is een van de activiteiten die specifiek gericht is op de jeugd. Schatzoekers vinden de aanwijzingen bijvoorbeeld via de geocaching app en kunnen zo zelf op zoek gaan naar de schat. Cécile de Bruin van Huis van de Jeugd vertelt waarom er meegedaan wordt aan de Vredesweek. Het is een relatief kleine organisatie en wij werken voor heel de provincie Gelderland om het jeugd- en jongerenwerk te ondersteunen. En we zijn nu bezig met geocaching voor vrede. Het is een speurtocht die je op je eigen tijdstip kan doen. En dat is iets wereldwijds. Hè? En waar je ook komt ter wereld, er liggen overal van die kastjes verborgen. Kun je ons vinden met Vredesweek 2016. En dan weet je dus ongeveer waar ze liggen, want daar staan de GPS-coördinaten staan vermeld. En dan ga je zoeken. Het is meer dan een speurtocht. Want we hebben in die kastjes die we hier in Nijmegen hebben verstopt, hebben we een verhaal, een opdracht en een spelletje rondom vrede gedaan. Dus ook scholen kunnen dit gaan doen, of gezinnen. En het is ook leuk als je het zonder kinderen wil doen. Hè? Volwassenen kunnen dit ook doen. Maar het zet dus op een speelse manier mensen aan het denken over het thema vrede. Oké, nou, deze geocache gaan we verplaatsen. Ik zeg niet waarheen. Maar zo ziet hij eruit. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd. N1.